Herstelfonds loopt nog maar 3 jaar. En nog zo'n 80% van het geld in dat fonds moet nog uitgekeerd worden. Wordt uitgekeerd op het moment dat landen aan kunnen tonen dat ze die hervormingen of investeringen in energieinfrastructuur ook gedaan hebben. Maar op dat moment wil je ook dat die controles er zijn. Denk aan het bouwen van een groot wind- of zonnepark. Daarvoor kan je een uitkering krijgen uit dit fonds. Ja. Maar dan wil je natuurlijk dat de aannemer die dat doet, na een eerlijke aanbesteding in concurrentie met een aantal andere aannemers dat heeft gekregen, dat ook aannemers uit Nederland of Duitsland deel hebben kunnen nemen aan aanbesteding in Frankrijk of Italië. Dat is een voorwaarde. Je wil zeker zijn dat er geen criminelen betrokken zijn bij zo'n project. Dus dit heeft echt haast. Dat is ook onze boodschap aan de commissie. Ja, maar wat betekent haast dan? Is dat een kwestie van een paar maanden? Moet het voor de zomer op orde zijn? Moet het voor het einde van het jaar op orde zijn? Of moet het aan het einde van de looptijd van het coronafonds op orde zijn? Nee, dat is een kwestie van maanden. Ik zei u eerder in de uitzending dat we eerder gelukkig gezien hebben dat de commissie ook snel gereageerd heeft op een eerdere aanbeveling van ons. He, maak nou regels hoe je een uitbetaling gaat verminderen op het moment dat een land een afspraak niet volledig nakomt. Nou, die regels hebben ze gemaakt, dus het kan. Ook de soort aanbeveling wat we nu doen is technisch niet heel moeilijk uit te voeren. Dus dat kan snel gebeuren, maar het moet ook wel snel gebeuren. Ja, dus voor de zomer moeten in Brussel op het kantoor van de Europese Commissie moeten er dus stapels met rapporten liggen vanuit de lidstaten, met daarbij de onderbouwing dat al die gelden juist en goed zijn besteed. Ja, het hoeft niet eens hele grote stapels te zijn. Het moet de toezegging zijn. Wij controleren op eerlijke aanbesteding. Wij controleren op fraude. Wij controleren op staatssteun aan nationale bedrijven. Het is niet heel ingewikkeld. Een soort controles wat veel vaker plaatsvindt. Dus we vragen geen onmogelijke dingen. Nee, dus voor de zomer moet het rond zijn. En u gaat zelf ook onderzoek doen, begreep ik net van u. Nou ja, het is des te meer van belang. Dit gaat om een heel groot fonds. Maar er wordt natuurlijk voortdurend gesproken over weer nieuwe fondsen.